Vanavond organiseren drie Nijmeegse stichtingen een fakkeltocht door het centrum van Nijmegen. Deze fakkeltocht is er om aandacht te vragen voor asielzoekers die op straat leven. De tocht gaat door het centrum van Nijmegen en onderweg wordt er gezongen. Organiseren jullie vanavond deze fakkeltocht? Op Europees gebied, het Europese Hof en de Europese Commissie. En vandaag stond in de krant ook de VN. Die vinden allemaal dat vluchtelingen, ook als ze uitgeprocedeerd zijn, niet op straat thuis horen. En hebben eigenlijk tegen de Nederlandse regering gezegd, jullie moeten die mensen van de straat halen, opvang geven, te eten geven, zorgen dat ze kleding hebben en gewoon zorgen dat ze onderdak zijn. De regering, staatssecretaris Steven, die heeft gezegd, daar begin ik niet aan. Dat is helemaal tegen ons beleid in. Geen man, geen vrouw, geen mens is illegaal. Geen man, geen vrouw, geen mens is illegaal. Wij hebben heel veel cliënten die niet weg kunnen. Twee redenen, meer, maar twee belangrijke. Belangrijkste dat ze niet terug kunnen omdat ambassades niet meewerken en ze geen papieren hebben en hun identiteit niet aan kunnen tonen. Dat is eigenlijk dezelfde reden waarom de IND ze weigert als vluchteling, weigert het land van herkomst om terug te nemen. De andere reden is dat heel veel mensen heel ernstig getraumatiseerd zijn. Die trauma's kunnen land van herkomst slecht of helemaal niet behandeld worden, ook al zegt de IND van wel. En bij heel veel mensen zit er zo diepe angst om terug te gaan, dat het gewoon onbespreekbaar is. En die mensen hebben echt een rustige situatie nodig en medische hulp nodig om die angst te overwinnen. En dat kan niet als ze op straat zitten. En wat doet de stichting voor jou? Zij proberen heel veel contact met andere mensen en om te leven elke dag en bezig blijven, niet thuis blijven, moet iets doen en allerlei actie en dat voor dingetjes. Voor dat doet heel veel gas voor mij. Wat hopen jullie te bereiken met deze fakkeltocht? Eigenlijk wij hoopten voor de kan krijgt onderdak en plek en kan nog iets meer rechten wij hebben, kan ook sommige mensen weer studeren of iets doen. Ik hoop ervoor dat het kan helpen voor ons. Wat kunnen mensen uit Nijmegen doen om deze doelgroep te ondersteunen? Wij hebben voedselacties. Daar staan we bij winkels. Daar kunnen mensen voedsel geven. Mensen kunnen natuurlijk altijd geld storten op onze rekening. We hebben ook heel veel vrijwilligers nodig en praktische hulp. Nieuws uit Nijmegen. Altijd op de hoogte.